Maar hoe namen voor? 1-1 gelijk speel tegen Jong PSV. Weer hetzelfde liedje, er had meer in gezeten? Ik denk dat intenties vanaf het begin goed waren. Ik denk dat we vooral de eerste helft wel van achteruit aardig speelden. Het gaat in het voetbal om de details. En ik kom een paar keer in de omschakeling gevaarlijk uit. En eigenlijk scoorden ze ook zo de 0-1. En ja, daarna gebeurt er van alles eigenlijk. Sowieso één zware blessure volgens mij. En voor hem volgens mij de derde keer al zijn knie. Dus dat houdt de ploeg wel bezig. Maarten die uitvalt. Twee rode kaarten, waarvan één aan onze kant. En de tweede helft leek het meer op... Misschien wel pingpong, want het ging zo snel op en neer. En kans over en weer. Foute ballen, dus de tweede helft was best rommelig eigenlijk. Ja, zoals je zelf zegt, was een redelijk rommelige wedstrijd. Zeker de tweede helft. Hoe komt dat over in het veld? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, op een gegeven moment is dat bijna niet meer aan te coachen. Wij waren op zoek naar de gelijkmaker. En daarna wilden we echt graag door voor de overwinning. En dat zie je ook wel aan het spel. Iedereen wil heel graag, maar soms ga je dan te enthousiast door. Of te snel naar voren. Of één bal die je eigenlijk opzij moet spelen, speel je dan te geforceerd naar voren. Waardoor hun de bal weer veroveren. En dan ga je weer richting je eigen goal. Dus dat moet je een beetje proberen eruit te krijgen. Maar dat is heel lastig als je op zoek bent naar de overwinning eigenlijk. En dan valt toch terecht de 1-1 uiteindelijk. Wat voel je dan in de ploeg dat er meer in zit? Ja, ik denk dat je wel zag dat we ervoor wilden gaan. En ik denk dat we nog een paar voorzetten hadden. Voor de spelers kwamen ze nog een paar keer uit. Dus ja, misschien al met alles wel 1-1 terecht. Maar je wilt thuis winnen natuurlijk. En dan voelt het wel een beetje als een teleurstelling. Heb je wel vertrouwen richting volgende week maandag naar Jong AZ? Ja, zeker wel, want vooral de eerste helft vond ik ons veldspel wel verzorgd en goed vanuit achteruit naar voren. En we creëren ook kansen, dus het is een kwestie van een keer de nul weer houden en voorin een paar maken. En dan heb je 3 punten dan. Simpel kan het zijn. Ja, precies.